U wordt welkom door de STOA, het Kenniscentrum Bever, Rijkswaterstaat, IPO, ProRail, Unie van Waterschappen en de Zoogdiervereniging die deze dag hebben georganiseerd. Mijn naam is Daan Bos. Ik ben een uh, vrijwilliger geweest bij de Zoogdiervereniging. Ik heb gewerkt bij het Adviesbureau en werk nu als docent bij het Van Hal in de Leeuwarden. En ik ben vandaag dagvoorzitter. Ik zal proberen niet te prominent aanwezig te zijn en vooral de vloer aan de zaal te geven. Want het doel van de dag is dat we met elkaar in gesprek gaan. Hoe moeilijk dat ook is met uh, 300 mensen. Wie zitten er in de zaal en waar gaat het over? Zijn er mensen van, uh, die zich ecoloog noemen in de zaal? Zouden die even willen staan? Zijn er mensen die. Wow! Z zijn er mensen die zich uh, een waterschapper noemen? Z Kunnen die in de zaal uh, misschien opstaan? Zijn er mensen die dichter zijn of Amsterdammer? <laughs> um, ik ga niet alle voor voorvragen, maar we hebben mensen van provincies, van beleid, we hebben mensen vanuit de praktijk, heel erg vanuit de praktijk, we hebben waterschappers, provincies, pro infrastructuur, allemaal vertegenwoordigd, heel erg welkom. Waar het vandaag over gaat zijn gravers, gravers in dijken, gravers in taluds. Dit zijn allemaal voorbeelden van dieren die dat doen. De aandachtssoorten zijn bever en das. En um, die zijn aandachtssoort omdat ze. Gaten maken die van een zodanige omvang zijn dat ze een reëel risico opleveren. Dat risico dat is niet te onderschatten. Dus dat is echt heel goed om dat op een van de eerste dia's te laten zien. Dat paard dat graaft niet, maar het is zelf een slachtoffer van het gat waar het in is gevallen. Uh, Hansje Brinkers probeert met zijn vingertje het dijkje dicht te stoppen. Dat lukt niet in dat grote gat. De kraan is omgevallen. Ik zei al, ik ben heel blij dat. Aan de ene kant dat risico heel nadrukkelijk onderstreept wordt van graverij. Aan de andere kant zijn deze dieren, hebben een waarde in zichzelf. En ze hebben een waarde voor de natuur of voor menselijke belangen. Dat wordt ook in dit programma aan de orde. We krijgen een lezing van Suzanne Boonman zo meteen. We krijgen een verhaal van Jessica den Outer over de rechten van de natuur. En deze tekening van Jeroen Helmer laat heel mooi zien... wat voor sleutelrol die bever in het ecosysteem speelt. In de middag zijn er vier workshops... Die allemaal gaan over de waarde van dieren en, de waarde en hun rol in het ecosysteem. Dus dat is zeer interessant om een gebalanceerd beeld te krijgen. In Amerika gaan ze zelfs zo verder, zeggen ze, benadrukken ze dat die bever ook heel veel. En ik noem nu de bever als een voorbeeld, maar de das hoort hier natuurlijk ook bij. Bever is alleen een zeer invloedrijke soort, dat ze ook voordelen hebben voor menselijke doelen. Is er een probleem? There's a beaver for that, zegt deze Ben Coldfarb. Erosie, too much CO2, there's a beaver for that. Daar gaan dus die sprekers in de middag, Annegret Larsen, Cindy de Jonge, Britt en Inge en de Ton Popelier, gaan daar vanmiddag op in. Maar goed, ik heb uh, dit meegenomen. Dankzij Cindy de Jonge, die heeft dat gemaakt, om een bepaalde boodschap uh, te doen uitkomen. We kunnen ons focussen op graverij. Graverij wordt natuurlijk gezien als een heel negatief iets. Ja, dat is terecht. Het is een enorm risico. Als je een gat in je dijk niet op tijd ontdekt. of je hebt geen middelen om in te grijpen. of de juiste ontheffingen of zo. of je weet niet hoe je moet ingrijpen. dan kunnen die problemen enorm groot worden. Maar als je er op tijd bij bent. en je weet wel wat je moet doen. Ja, dan kunnen die problemen in ieder geval beheersbaar blijven. Nou, dat aspect dat wilde ik heel graag even benadrukken, dat wij dat allemaal kunnen beïnvloeden. En dat geldt ook voor die dingen die we als positief ervaren. Er zijn verschillende aspecten, gevolgen van dieren die positief zijn of in zichzelf waardevol. Als we een bever geen ruimte laten, dan blijven die effect heel klein. Op het moment dat we het landschap duurzaam inrichten. En zo krijgt de ruimte om zijn invloed op het landschap uit te oefenen zonder dat het ons gaat, dan kunnen die effecten niet te onderschatten zijn. Nou, en dat, die balans. Ja, we weten in de Nederlandse situatie gewoon nog niet goed hoe die uitvalt. Het is, de effecten zijn heel divers: van dammenbouw en fraat en graverij. Naar CO2-vastlegging en intrinsieke waarden en plezier en irritatie. Het belang is een heel divers, maar we weten nog niet zo goed hoe ze in de Nederlandse situatie uitpakken. Wat we wel weten, is dat wij ze kunnen beïnvloeden. En daarom moeten we met elkaar in gesprek. Dat is een heel belangrijk deel van deze dag. Hoe zit u hier in de zaal? U heeft vanmorgen uw QR-code gezien. Met een beetje geluk heeft u op die QR-code gereageerd. En uh, er is aan u gevraagd, voel ik me nog veilig achter de dijk? Nou, met een beetje mazzel heeft de techniek een optie om te laten zien wat daar het... Uh, antwoorden was. Ze wisselen dan even van schermpje. Waarschijnlijk mag ik nu speculeren over wat de uitkomst is. Voel ik me nog veilig achter de dijk? Voordat de hele dag is geweest, voordat u van alle waterstaatsmensen in de workshops vanmiddag heeft gehoord wat voor oplossingen er allemaal zijn om de dingen duurzaam aan te pakken van de onderzoeksinstituten. De mensen zitten op een gradient van zeer veilig naar onveilig. Er is een duidelijke verdeling. Mensen hebben wel durven kiezen een soort uh, golfje. Nou, dit is nog een matig golfje. Daar gaat onze dijk niet van breken. Maar uh, er zijn dus mensen die zich onveilig voelen. Er zijn mensen die zich nog veilig genoeg voelen. Dankjewel voor deze dia. De volgende dia vroeg iets over de ecosysteemwaarde van bevers en dassen. We moeten meer ruimte geven aan bever en das. Voor een verbeterde waterhuishouding en natuurontwikkeling. Een heel groot deel van de mensen is het daar zeer mee eens. Maar er zitten ook mensen bij die daar oneens mee zijn. Dat is de uitkomst van deze Mentimeter aan het begin van deze dag. We gaan het aan het eind van de dag niet nog een keer vragen. Sorry daarvoor. Maar ik hoop natuurlijk dat u in ieder geval goed geïnformeerd raakt vandaag. Om uh, te weten waar u de informatie kan vinden. En vooral te weten wat uw organisatie kan doen in de komende dagen, maanden, jaren. Om te zorgen dat we duurzaam kunnen samenleven met bevers en dat er veiligheid gewaarborgd blijkt. Dank je wel.